Ja, dag dames en heren. Ja, het is vandaag de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse en dat heet dan altijd de Zevenheuvelenwegdag te zijn. Maar dat geldt natuurlijk niet voor Gennep en omstreken, want voor ons is het de dag van Ottersum en Milsbeek. Nou, u ziet waar we zijn. We gaan eens kijken hoe het hier is. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Cause you may not believe that, baby. Said goodbye, my whole world shine. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing. And even if it started raining, nou ja, je ziet al waar we zijn. We zijn in Ottersum en we hebben gewoon even de bakker opgezocht. Want iedereen heeft er af en toe een broodje nodig. We gaan eens kijken. Zou het hier druk zijn? Nou, van wandelaars wel, want daar zie ik er genoeg van. We gaan eens even verder kijken. We zijn hier even bij Bakker Arts. We gaan eens even kijken, wat hebben ze allemaal voor lekkers? Heel veel koeken en krentenbollen en van alles. En van alles, maar wat is daar van alles dan? Vertel eens, wat is daar van alles? Ook soms krentenbollen. En worstbroodjes en saaisbroodjes en taartjes. Heb je ook al stiekem iets gepikt vandaag? Ja. Ja toch? Ook. Net zo'n dingetje en ook soms krentenbol. Potverdorie, jij wordt wel erg verwend, hè? Ja. Ik kom uit Hees. Ik kom uit Hees en die andere jongens komen uit Tilburg. Ah, daar kan ik eens een echte vraag stellen aan jullie. En hoe smaakt het Noord-Limburgs worstenbroodje? Heerlijk. Goddorie, hebben ze dat ook al gekoopt van de Brabanders? Ja. Oh. Nou, dat weet ik niet, maar deze is in ieder geval heerlijk. Nou, dat maar we hebben er ook ons best voor moeten doen. Hè? Ja, dat vind ik wel. Ja. En hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja, ja, ja. Kunnen de voetjes het hebben? Jawel. Even rusten en dan gaan we weer verder. Heel goed. En jullie zijn een clubje vrienden met elkaar? Ja, ja, speciaal van het loopbiken. Oh, wat gezellig. Nou, ja. Ik wens jullie een hele mooie vierdaagse toe. Ja, dankjewel. Dat zal wel lukken. En mooi weer. Morgen laatste dag. Dan wordt juichen. Gladiolen in ontvangst nemen. Ja. En dan? En dan biertjes drinken, denk ik. It's a beautiful day. I can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'm buying. And I know there's no denying. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. Nou, een vreemd geluid aan de route hoor, laat's horen. En waar is dat geluid voor? Vertel eens. Voor de wandelaar. Hebben we gekregen van de wandelaar. Ja. Oh, hebben jullie een cadeautje gekregen van de wandelaar? Ja. Oh, en staan jullie wel heel hard aan te moedigen toch, hè? Ja. Want ze moeten heel lang wandelen, hè? Ja. Weet je hoeveel kilometer? 50. Zeg, dit is een hele andere vierdaagse als we soms gewend zijn, hè? Ik heb geen idee, het is mijn eerste keer. Oh, is dat je eerste keer? Nou, ja. Je bent aan het smeren, joh. Nou, dat is geweldig dat je die mag hebben. We hebben wel eens een keer gehad regenpak uitdelen. Daarom, dus ik klaag niet, hoor. Je klaagt niet? Nee, zeker niet. Gaat niet goed? Heerlijk. Nou, fijn zo. Mijn maatjes bij de EHBO, dus even wachten, hè. Oh, en toch niet ernstig, hoop ik, hè? Ik hoop het niet, dus moet ik alleen verder. Sunrise the rivers of gold swim through the clouds, yell and you shout.
satellite tonight. And you get what you're made for. A world full of wonder. A sunrise every day. Ik ben bij de dokterspost hier. Ja. Hey, hebben jullie het druk vandaag? Het valt nog wel mee. Zeg, hoe is jouw naam eigenlijk? Sanne. Ah, voor ons is dat Sanne 3, dat weet u wel, hè, kijkers. Hè? Ja, jongens, Sanne. Sanne die weer onze programma's gemaakt heeft. En hier hebben we weer een Sanne. Ja. En Sanne maakt nou even een klein praatje met Nima. Ja, dat klopt. Zeker. Hey, Sanne, hebben jullie alleen maar de patiënten of hebben jullie ook vierdaagse mensen binnen? Nee, wij doen alleen de patiënten, eigen patiënten. Oké, en vind je het leuk hier te werken in Ottersum? Ja, zeker. Heel erg leuk. Ja. Kom je uit deze buurt? Ik kom van Boksmeer. Van Boksmeer, van over de Maas en dan hier komen werken? Ja, kun je nagaan. Potverdorie, dan moet het hier wel echt heel gezellig zijn. Ja, dat is het ook. Oké, en vind jij het hier ook gezellig? Zeker weten. Judith, hebben jullie vandaag wat vroeger vrij of blijven jullie de hele dag open voor de patiënten? Wij zijn gewoon tot 5:30 geopend. Potverdorie, en een dokter aan boord? En drie artsen aan boord. Drie artsen nog wel. Ja. Potverdorie, ik wist niet. Ik dacht dat wij een heel gezond dorp waren. Nou, dan wens ik jullie in ieder geval met de drie artsen vandaag een hele fijne dag. En geniet ervan, want nou iets leuks. Hè. Het is anders dan die mooie muren. Ik ga zeker lekker hier. Oké, veel plezier. Dankjewel. I take it in, but don't look down. I'm on top of the world, eh? I'm on top. Nou, we hebben net gehoord van de assistentes. Er waren drie dokters aanwezig. En wat zie je dan op een muurtje zitten? Twee dokters en er één bij staan. Even een praatje maken. Druk vandaag? Nee, het is best rustig. Ja, wij hebben niet zo'n zin om te werken vandaag. Het is goed weer. Dus de mensen die zijn niet ziek. Wat vertelt u me nou toch? U hebt geen zin om te werken. Nee. Uw assistenten zeggen nog tegen mij van potverdorie, wij moeten de hele dag werken. En die staan uit het raam te kijken. Ik denk nou, maar u zijn bij zo mooi weer. Dit is prachtig weer en mensen kunnen hier niet komen, hè, want het is allemaal afgezet. Dus wij hebben het redelijk rustig. Oké, zou dat de reden zijn waarom het vandaag zo rustig is? Of is het toevallig zijn er weinig zieken? Ik denk zieken? Dat mensen het uit kunnen stellen tot morgen, dat ze makkelijker bij de praktijk kunnen komen. Oké, maar zijn er weinig zieken op het ogenblik in Gennep? Of zijn er toch nog veel zieken in jullie praktijk? Ik denk niet anders dan andere dagen. Oh, niet anders dan andere dagen. En vindt u het leuk hier? Absoluut. I take it in, but don't look down. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. Als je jouw t-shirt ziet, dan moet je even meelopen. Gaat ie? Ja, heel goed. Ja, prima. Ja? Ja. Hoe laat ben je gestart vanmorgen? Ik ben om 4:45 gestart. Nou, dan heb je knap gelopen. Ja, nou we lopen lekker door. Het is toch fantastisch weer. En met zo'n sfeertje overal. Kan toch niet beter? Nou, gewoon geweldig. Ja, geweldig. Prima. Ik wens je heel veel succes. Een fijne dag vandaag. Dankjewel. Waarom zit jij op deze route eigenlijk? Omdat hij hier op de route zit. Ja, daar snap ik weer niks van. Leg dat nou eens even uit. Omdat we graag samen willen lopen. Oh, jullie willen graag samen lopen? Ja. Hoezo? Zijn jullie vriend en vriendin dan? Ja. Nou ook. Ook dat nog? Nou, en is dat gezellig als je samen zo je eigen loopt af te pijken? Ja. Dat vinden jullie dat leuk? Ja, dat is ook niet leuk. Nou, dan wens ik jullie heel veel succes. Hè? Dankjewel. Maak er een mooie dag van. En morgen vooral lekker feest als je binnenkomt. Doen we. Ja, dat zullen we doen. Oké, heel veel succes, ja. Hè? Ja, dankjewel. Yo, dag. Wat heb jij de mensen aan te bieden?
Spekjes, komkommer en meloen. Oh, wat geweldig zeg. En daar zijn ze wel blij mee, denk ik. Ja. Nou, dan doe je toch een heel goed werk vandaag. Ik vind het heel leuk dat je dat vandaag doet. Veel succes vandaag. Ja. Ik ben er ook blij mee. Kijk, die broer pikt er ook maar gauw eentje weg. Ik ben wortels en komkommers aan de vierdaagse lopers aan het geven. Maar dat zijn vierdaagse lopers, zeg je toch? Dat zijn toch geen konijnen? Wat moeten ze met dat voer? Dan krijgen ze meer energie. Oh, dus jij geeft ze een extra stukje energie. En weet je voor welke afstand wij hier staan? 50, geloof ik. Weet het niet echt. Nou, maar je had het wel goed. Het was de 50 kilometer. En die moeten heel lang lopen, hè? Dus geef ze maar echt een beetje extra energie. Maar wij komen even bij jullie kijken. Wij komen hier niet eten, maar wij komen wel even met onze oogjes kijken. Oh, en hoe gaat het? Ja, hartstikke goed. Is het druk vanmorgen? Het is druk en het is hartstikke gezellig. Nou, mooi weer. We willen we nog meer. Nou, geweldig zeg. En u ziet, hè, wij zijn gezellig bij het Ottertje in Ottersum. Zeker. Het is hier een sfeertje. Geweldig zeg. Hey, hoe is het met jou? Ben je ook al bezig hier? Ja. En wat ben je aan het doen? Ben je mee aan het helpen? Nou, de aanmoediging van Gennep. Nou ja, op de Milsbeek zijn we nu. U kunt het wel zien. En de wandelaars lopen er nu uit. Ze gaan gezellig even de holle weg op. En daarna verschrikkelijk heuveltje op, heuveltje af. Nog één dag. En dan komt de laatste. Wij kijken even gezellig met ze mee. De sfeer zit er wel goed in. Maar je ziet wel, ze zijn vermoeid. Het is vandaag een zware dag. We zitten hier in Milsbeek, hè? Zou je eerst Gerry maar eens wat vragen? Gerry, is het gezellig hier? We zitten hier dus op de Milsbeek, hè? Op de Milsbeek? God, ik moet het weer leren. Op de Milsbeek. Op de Milsbeek zitten we. Nou, het is hier hartstikke gezellig. En druk? Daar tegenover nog gezelliger, denk ik. Oh, dat weet ik niet, maar het is hier ook heel erg leuk. We komen eens even kijken, want een hele hoop prominenten zijn verzameld. En wie hebben we hier? Jos Zutman, hoor. Namens de CDA-fractie. En wat kom jij hier doen? Ik kom genieten van deze prachtige dag. Heerlijk weer. Wandelaars, goede stemming, muziek. Plezier. Hoe is dit vandaag?
Nou ja, het is weer ouderwets Milsbek, hè? Op de Milsbek, zei Gerrie-Jan. En het is gezellig druk, je ziet het. De mensen stromen langs in een lage tempo als vorig jaar, maar dat is logisch met die warmte. Maar het is weer het feest als vanouds. Wel geluk van het jaar, hè? Want vorig jaar liepen ze hier pas veel met paraplu's, geloof ik. Hè? Ja, toen liepen we in de regenbuien rond. Maar toen waren de mensen wel drukker en vrolijker. Je merkt nu dat mensen veel energie nodig hebben voor het lopen zelf. Maar de sfeer is geweldig. En we hebben het er helemaal naar ons zin. We hebben fluitjes. Nou ja, niet veel meer. Ze zijn er bijna weer doorheen. En iedereen is blij dat ze weer in Milsbeek zijn. We staan vol met de halve vol fluiting. Nou, maar die van mij zijn al op, hè? Godverdomme, dan moet je toch gewoon nieuw aanhalen. Ja, is dat kijk, nou? Ja, kijk eens. Oh, ik heb maar één fluitje. We zijn er bijna doorheen, dat is het punt. Ja, dat is de uitdaging. We hebben ze allemaal een stapje ver gefloten. Iedereen zit te fluiten nou. Oh, dat zal iedereen van op de Milsbeek wel goed onthouden. Oh, ja, zeker. Ja. Die gaan fluitend verder hier, hè? Dat is fantastisch. Nou, wens jullie een hele leuke dag samen. Ja, geweldig weer. Nou, geweldig sfeer. Hartstikke mooi.